We hebben iets unieks neergezet, denk ik, om echt in een multi-stakeholder samenwerking tot concrete verbeteringen te komen in het bedrijfsleven. Dat is vrij uniek. Er was nog aan het begin wel eens wat scepsis over die convenanten, wat vrijwillige afspraken. Gaat dat nou tot wat leiden? De arbeiders in onze kledingketen zijn de mensen die in de moeilijkste positie zitten. En die moeten onder hoge druk onze kleding vervaardigen. Echt die bewustwording in de branche. Dat is geen issue meer. Iedereen is ervan bewust en iedereen wil ook heel erg graag vooruit. We hadden een heel mooi project ontwikkeld en ook financiering voor rondgekregen in Myanmar, wat helaas nu even on hold is vanwege de moeilijke politieke situatie daar. En we zijn met 4 andere bedrijven aan de slag om een project op te starten in Bangladesh op milieu. Wij zijn als UNICEF zijnde op de valreep van het AGT nog een nieuw programma gestart in Turkije. Kinderen bij het preventieprogramma. Dat hebben we gedaan met 3 merken. Dat is America Today, Company Fitz en Zeeman. Bedrijven die zich actief aan het convenant hebben verbonden, die zijn ook actief gaan nadenken over hoe kunnen wij nou als inkopende partij een leefbaar loon organiseren bij de productiebedrijven. We merkten vooral dat waar bedrijven directe impact konden hebben, dat we daar het meest bereikt hebben. Zoals bijvoorbeeld de uptake van het verkrijgen van meer duurzame materialen in de collecties. We zijn zelfs tot 40% duurzame materialen gekomen met alle ondertekenaars. Ik ben zelf het meest trots voor ons bedrijf dat ik eigenaar, de CEO en eigenlijk het hele bedrijf mee heb gekregen in processen. Dus we hebben ook echt naar aanleiding van dingen die we hier geleerd hebben veranderingen aangebracht in de organisatie. Dat vond ik ook echt een van de hele sterke kanten van dit convenant. Dat ook de leidinggevenden van de bedrijven meegenomen werden in deze transitie. Op het gebied van health and safety, dus veiligheid van werknemers in de fabrieken, zie je dat er hele concrete verbeteringen zijn gebeurd, gewoon om mensen veiliger te laten werken. Wat we nu zien is dat heel veel bedrijven ook echt mij weten te vinden. Dus dat er heel veel 1-op-1 contact is met bedrijven en dat ze ook echt om advies en steun vragen in het moeilijke proces naar het verduurzamen van hun keten. Waar ik nog wel het meest trots op ben, dat is dat er samenwerking is bereikt tussen de verschillende partijen. Ja, daar kwam een soort van brug te liggen. We gaan samen hier uiteindelijk kijken wat we kunnen bereiken. Dat vind ik echt heel, heel speciaal. Hoe koop je nou in? En hoe ga je verantwoord inkopen in een situatie als corona? Nou, er zijn afspraken gemaakt tussen de partijen en ook criteria afgesproken. Bijvoorbeeld, je zegt niet eenzijdig orders op. 2, je gaat in overleg met je leveranciers om te kijken als er nog een voorraad ligt, hoe je dat kunt oplossen. Samen werken aan dit onderwerp. Heeft echt heel erg veel voordelen voor bedrijven. Voor partijen helpen ons echt om nieuwe stappen te maken. En samen kunnen we gewoon meer dan alleen. Ik krijg ook veel vragen van andere brancheorganisaties uit Europa. Van, hey, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Want we krijgen waarschijnlijk in de nabije toekomst te maken met een vorm van wetgeving waar dit heel geheel onder kan vallen. Of in ieder geval dat proces wat we aan het inrichten zijn. Dus ik denk dat daar enorme internationale uitrol in zit voor dit concept. Het gaat mis in de wereld als het gesprek niet meer gaande wordt gehouden. En als er iets is wat we in die 6,5 jaar, dus het jaar onderhandelingen en de 5,5 jaar van de uitvoering met elkaar hebben gerealiseerd, is dat ook in moeilijke tijden we in staat waren om het gesprek gaande te houden en naar elkaar te kunnen luisteren en waarderen.